Ja, de economische vooruitzichten voor de tweede jaarhelft zijn niet fantastisch. Er is nog altijd groei, maar die groei wordt ook bedreigd door een aantal zaken. Denk aan die handelsoorlog die opnieuw heropflakkert. We hebben tussen de Verenigde Staten en China enerzijds, maar Europa zou ook in het vizier komen te liggen vanaf oktober, wanneer Trump kan beslissen om importtarieven op Europese wagens in te stellen. Daarnaast zie je natuurlijk in Europa ook een aantal risico's. De Brexit-affaire is nog altijd niet opgelost en er is toch wel een gevaar voor een harde Brexit. En dan tenslotte heb je ook in Europa nog het probleem Italië. Italië houdt zich niet aan de Europese begrotingsregels en dus er kunnen wat spanningen komen met Europa en dat weegt natuurlijk op de economische groei. Steven, ja, in dat scenario, wat betekent dat voor de beurzen? Wel, rekening houden met het feit dat het economisch scenario eigenlijk maar zo is, blijven we eigenlijk redelijk sceptisch bij de evolutie van de winstverwachtingen. We denken dat die te hoog zijn en dat die eigenlijk naar beneden moeten komen. Bovendien zien we niet echt een katalysator die de beurzen materieel hoger gaat plaatsen de komende maanden. Dus Brexit en de trade war hebben geen oplossing. En effectief, de corporate sharebuybacks-programma's die moeten verder ondersteunen. Maar ik denk, in het beste geval hebben we eigenlijk een beurs die op en neer gaat in een ruime range, terwijl dat men eigenlijk probeert een genre Trump-tweet-risicopremie in te prijzen. Nu, op vlak van de rente, zijn daar eigenlijk nieuwe ontwikkelingen, Peter? Ja, er zijn wel degelijk nieuwe ontwikkelingen, want je ziet nu dat eigenlijk centrale banken terug beginnen met de rente te verlagen. Dus de Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk dit jaar de rente nog 2 keer verlagen. En zelfs Europa, waar de rente al zeer negatief is, ja, gaat men de rente vermoedelijk ook nog eens verlagen. Gewoon vanwege het feit dat de inflatie veel te laag is. Dus je blijft nog lange tijd met een lage renteomgeving zitten. Voor Europa denken we zelfs dat de geldmarktrente nog tot in 2021 negatief zal zijn. Dus ja, in die context, Steven, ja, negatieve rente, wat moet je dan doen als belegger? Wel, ons belangrijkste advies voor de portefeuilles is eigenlijk proberen van de rallies gebruik te maken om de risico's terug te draaien in de portefeuilles. Ons motto is daarbij, verbeter de liquiditeit en de kwaliteit van de activa. Concreet betekent dat we meer belegd zijn in defensieve sectoren, zoals consumer staples en de pharma. We zijn ook meer belegd in de grote beurskapitalisaties. En bovendien zijn we eerder belegd in developed markets ten opzichte van emerging markets. En om terug te keren naar het verhaal van de rente, wel, daar blijven we eigenlijk de voorkeur geven aan staatsobligaties, de veilige staatsobligaties, ten opzichte van het meer riskante gedeelte in de credit market. Maar dus dat is niet echt een wijziging ten opzichte van ons vorige advies een paar maanden terug. Dus we blijven voorzichtig? Absoluut.